niet normaal. Dit Feyenoord dat dendert er gewoon doorheen. Nog geen wedstrijd verloren. 6 keer gelijk. En het doelsaldo staat gewoon ook nog hoger dan onze eigen doelsaldo. 5 meer gewoon. Het gaat echt zwaar worden om hun te kunnen verslaan en hun in te halen. Maar ja, dat gaat wel zeker lukken. Ik heb er alle vertrouwen in. In deze aflevering heb ik weer 3 mooie wedstrijden. De eerste wedstrijd is een bekerwedstrijd tegen PSV. De volgende wedstrijd die we gaan spelen is tegen AZ. Nou, AZ is natuurlijk een hele sterke tegenstander. En de derde wedstrijd... Ik denk dat Utrecht wel een mooi affiche is. Dus de derde wedstrijd is dan tegen FC Utrecht. Oké, de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles staat op het schema. Deze gaan we simuleren. Ik heb nu op de rechtsback, zoals jullie kunnen zien, heb ik Zeefuik geplaatst. Maar ja, een overwinning tegen Go Ahead Eagles moet zeker haalbaar zijn. Sutalo gewoon rood. Eerste minuut al geel. Jongen, dacht je er te makkelijk over. Met de komst van corona denk ik dat Van Axel heel weinig aan spelen toe gaat komen. Om deze reden doen we hem even uitlenen, heel wel kort. Dus na een jaartje is hij ongeveer terug, of een half jaar. En ja, dan kunnen we daarna weer de situatie inschatten. Ik weet natuurlijk niet hoe het met corona natuurlijk in het loop van het seizoen gaat lopen. Maar nu gaan we ons richten op de KNVB-beker. Het wordt een hele zware wedstrijd tegen PSV. We spelen wel thuis, dat baart me minder zorgen. Maar alsnog, als je kijkt naar bijvoorbeeld de spits, Brobbie heeft weinig gespeeld. Ik moet hem nu wel in de spits zetten, omdat Becker al een beetje vermoeid is. Sanchez is een beetje vermoeid. En ja, ik heb Kenny weer op rechtsback. Daar ben ik niet heel tevreden over. Kom maar Sanchez. Rugdekking geven. En instappen. Tuurlijk Sanchez. En gelijk counteren. Gelijk vooruit. Goede loopactie bij Brobbie. Oh, een baas, natuurlijk belachelijk. Tuurlijk, keeper. Hij redt ons weer eens hoor, Nicolai. Er komt iemand helpen. Meenemen, Brobbie. Meenemen, scheids. Ajax kan een vrije trap nemen. Gaan we helemaal niks. Oh, alweer helemaal niks. Redding ook voor deze keeper. Klep vast. Waarom rent Sanchez gelijk naar voren? Goede loopactie van Bergwijn, verre hoek. Colasso, buitenkant rechts. Buitenkant rechts. Wat een flair. Hij komt nu vanaf rechts, omdat ik denk dat corona op de linkerkant iets beter is. Maar Bergwijn die kan zich aanpassen. Goede paas, buitenkant rechts. Colasso, ja! Oh, dan moet hij neer, dan moet hij neer. Als je verkeerd instapt, moet hij neer. Kan verder dus. En nu Lang. Voorzet in de 16. Je haalt hem weg, haal hem weg. Bal bij de tegenpartij. Deten, hey. Je laat je gewoon aftroeven. Dat betekent wat is dit? Een vrije trap voor Ajax. Oeh, wat een geluk. Kenny. Oké, en we hebben tijd. Inspelen. Oeh. We lopen onszelf helemaal vast. Weghalen, Sanchez, kom. Brobbie wilde heel graag spelen, maar hij laat het nog niet zien. Hier is Lang. Paas naar Luc de Jong. Dat moet toch niet. Dit is een goede paas. Dit is een geweldige paas van Luc de Jong. Ik kan er niks van maken. Geweldige paas. En corona is er langs. Heeft hij snelheid dan? Hij moet wel opschieten. Hij heeft een goede actie afmaken. Hij kan niet schieten. Hij kan echt niet schieten. Maar Forbes, doe maar. Je bent er langs. Met de langste aansluiting. Maak je actie versnellen. Schieten. Hij maakt hem gewoon. Forbes maakt hem. Net erin gekomen. Gekke actie. Gekke Forbes. Kappen. Versnellen. En choepen. Is gewoon een soort van choep hier eigenlijk. Patrick van Aanholt. Kom maar Kenny, kom maar. Wat een geluk, echt waar. Kenny. Ik moet hem eigenlijk er ook afhalen. Willems, laat het zien man. Laat het alsjeblieft zien. We hebben nog 7 minuten te gaan. Oh, Forbes.
Tuurlijk voorups. Maakt het moeilijk. Voorups. Ik druk verre hoek. Ai, 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 ai. Het is ons gelukt. Heerlijk. We hebben het gedaan. Dankzij Forbes. Echt niet dankzij corona. Ja hoor, wat heeft onze trainer te vertellen? Ik krijg een paar vragen. Denk je dat we de beker kunnen winnen? Dat is helemaal aan ons. Wij zijn de beste ploeg die er is. We lieten Koen Willem debuteren. Een jonge speler die is doorgestroomd. Je hebt daar vertrouwen op een paar... Ik geloof in onze jonge spelers. Ik geloof er zeker in. Dit is de visie van Ajax. Jonge spelers moeten we gebruiken. Slieden uit vandaag. PSV niet doorheen. Kan het team lange termijn zonder Sutalo. Het team kan zonder hem. Sanchez is er. Maar met hem zijn we nog sterker. Okay, de thuiswedstrijd tegen AZ staat voor de deur. We gaan natuurlijk met volle sterkte spelen. Want AZ moeten we verslaan. AZ uit. We gaan het zien. Kijk, hoezo doet Bergwijn hier niks? Nu pas. Oké, kijken. Kunnen we naar de achterlijn? Zijn er langs? Is er iemand vrij? Leeg doel. Golasso. We staan heel snel 1-0 voor. Heerlijk hoor. Golasso. Ingrijpen, ingrijpen. Hebben en naar voren. Counter. Er langs. Kom maar. Motortje aan. Oh, we kunnen naar binnen. We kunnen naar binnen. Naar het doel. Afmaken. Heerlijk. 2-0. Heerlijk. Golasso. Bekkertje doet het ook even. 2-0. Wow. En de focus moeten we weer pakken. Want we mogen dit niet weggeven met de 2-0 voorsprong. Hou ze daar. Ver weg van het doel moeten we ze houden. Niet hier. Niet hier. Wat is dit? Hoe kan hij rood krijgen? Voor wat? Wat heeft hij gedaan? Ik denk het wel, zie het. Wat? Je hoeft die speler niet te sparen. Dit zijn gewoon de regels. Doe even normaal. Is dit Hens? Is dit overtreden? Oh mijn god, we hebben nu gewoon rood. 2-0 voor en rood. Sorry Taylor. Ik kan er niks aan doen. Een uitgelezen kans om de aansluitingstreffer te maken. Ai. En een rode kaart. Kijk of ik misschien een plan B kan gebruiken. Van de bomen plekje achteruit. En Kluivert van snelheid naar het midden. Hebben we nog Forbes op de bank? Nee. Weet je wat? Ik ga die jeugdspeler gewoon brengen. Ik ga dit gewoon doen. Goede loopactie hoor, bij hem. Aanname is ook goed. Bal door het midden is goed. Kunnen we spits bereiken? Ja, afmaken. Golasso. We maken hem gewoon. En het begint bij die loopactie van die speler. Die Addu aan de rechtsbuitenpositie. Dit doet hij goed hoor. Zijn eerste balaanname is gelijk al gevaarlijk. En we scoren er ook gelijk uit. Oké, okay, Zeefuik. Oh, weghalen. En Addu inspelen. Die is niet bang hoor, die Addu. Oké, Addu zakt uit. Oh, Addu. Addu was hem kwijt. En zij hebben hem en ze maken hem. Oh nee, dat meen je toch niet. Hij krijgt hem gewoon zo mee. Dit is... Ik ga dit FIFA gewoon noemen. Dit is echt FIFA. Hij schiet hem op doel. Hij krijgt... Hoe komt die bal daar? 1 minuutje. De halen blessuretijd wordt op 1 minuut geschat. Tuurlijk. We spelen dan gewoon maar dan maar zo uit. Met de rode kaart kun je er anders helemaal niks meer van maken. Je hebt al gezien hoe zij gescoord hebben. Het is goed. Dan interesseert het mij ook niet meer. FC Utrecht heeft maar 24 punten behaald. Kijken we naar de stand. Oh, Heerenveen. Ik ga dan maar de wedstrijd tegen Utrecht simuleren en tegen Heerenveen spelen. Ik verwacht niet dat we hier echt heel veel moeite aan zullen hebben. Sutalo wel als de tweede rode kaart, dus daar moet ik een andere oplossing voor gaan bedenken. Dit moet goed genoeg zijn om deze wedstrijd te winnen. 4-1. 4-1 en Becker maakt helemaal kapot. Feyenoord heeft een wedstrijd meer gespeeld. Dat betekent dat als wij winnen, dat we gewoon weer op de eerste plaats staan. We weten hoe het de vorige keer is afgelopen. Maar nu spelen we tegen Heerenveen en niet een echte geweldige topper. Maar ja, Heerenveen uit is altijd lastig. Welkom allemaal. Commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd. Oké, Hato, kom maar. Eerst. Hoe kan je hiervoor fluiten? Fluiten. Oh. In de Eredivisie. Zo trekt Steven Bergwijn naar binnen.
Goed gevoetbald. Goed geschoten. Bergwijn heeft hem. Goed gevoetbald. Oh, wat is dit? Wat is dit? Dit slaat helemaal nergens op. Beetje in de voeten. Goed gelopen van Bergwijn. Gewoon schieten. Gewoon schieten. Afmaken. Kluivert. Heerlijk. Die is er net ingekomen om aanvallend te gaan voetballen. En hij maakt hem. Golasso. Kijk, slim balletje hoor. Die bal moet toch binnen door, dat weet iedereen. Goed gevoetbald. Goed gevoetbald, maar ja. Dit is een beetje tekenend voor de wedstrijd. De verdedigers moeten zich haasten nu. De bal wordt voorgegeven. Keeper. Ja hoor, in de 16. In de 16. Pasen. En ze zijn er doorheen. Over 4 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Wat een clown. Het gaat toch weer gebeuren. We gaan gewoon weer, wanneer we eerste kunnen worden, gaan we het verspillen. Misschien verliezen we zelf ook nog. Jeetje mina. Penalty tegen. En gelijk rood. Ook dat gelijk rood. In de laatste minuut. Ai. Deze manier krijg ik er een hard hoofd in. Ik ga nu de wedstrijd tegen Vitesse simuleren. Kijk, ik ga geen... Ja, ik moet natuurlijk... Fosu Mensa moet ik eruit halen. Echt rood. Belachelijk dat hij dat gelijk krijgt. Zeefuik. Nee, Kenny. Maar ik ga zelf toch niet spelen. Dus dan maar hoogste algemeen erin. Simuleren. Gelijkspel. Maar Feyenoord speelt ook gelijk zo te zien. Nou, laten we gelijk maar doorgaan. Ook de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ga ik ook gewoon lekker op simuleren drukken. Oeh, dit is wel een bekerwedstrijd. Nou, gelukkig. Een 3-0 overwinning. Dit was de bekerwedstrijd. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien, gaat het nog super spannend worden. Ik heb sowieso nog een wedstrijd tegen Feyenoord. Ik weet überhaupt niet of ik nog tegen PSV moet. Maar alles daar bovenin staat kort bij elkaar. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duim omhoog. Klik op de abonneerknop. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe aflevering. Peace.